Beste Racing News 365 fans, zoals jullie zien staan we hier in Silverstone. Daar staat natuurlijk dit weekend de Britse Grand Prix op het programma. En we hebben daar natuurlijk weer een aantal favorieten. Want natuurlijk zal er weer een strijd gaan komen tussen Ferrari en Red Bull. Dat mag duidelijk zijn. Al kan het zomaar zijn dat Mercedes ook vandaag dit weekend in de strijd gaat komen. Dat hopen ze in ieder geval wel. Toto Wolff gaf het gisteren ook aan in een mediasessie van hem. Van nou, we hopen een grote stap te maken. Maar of die stap ook groot genoeg zal zijn om mee te strijden met Ferrari en Red Bull. Ja, dat valt natuurlijk te betwijfelen. Want dan moet Mercedes wel een heel grote stap maken. Mooi ook om te zien dat Williams, natuurlijk ook door Mercedes aangedreven, ook een grote stap heeft gemaakt op aerodynamisch vlak. Datzelfde geldt ook voor Alpine. En we gaan natuurlijk hier volgen wat die gevolgen zijn van die update. Gaan ze een grote stap vooruit maken? Zeker bij Alpine. Heel interessant om te zien. We zagen al dat de motor zeer sterk is van Alpine. Dus als ze nu ook het pakket een flinke upgrade kunnen geven zoals ze nu hebben gedaan, is het natuurlijk te hopen voor hun dat ze nog verder naar voren gaan. Dat zou natuurlijk ook heel mooi zijn voor Fernando Alonso. Want we herinneren natuurlijk allemaal nog hoe goed hij het deed in de kwalificatie van de Grand Prix van Canada. Daarover gesproken, we verwachten dat het zaterdag ook nog wat gaat regenen. En als dat het geval is, ja, wordt het natuurlijk een heel interessante kwalificatie. Zoals dat ook het geval was in Canada. We spraken toevallig net nog met Mick Schumacher. Ook hij gaf aan dat hij ernaar uitkeek om in de regen te rijden. Nou, het gaat dit weekend niet alleen over de updates van verschillende teams. Het ging er natuurlijk ook over Nelson Piquet. Hij had natuurlijk wat gevoelige uitspraken gedaan. En dat was zeker gisteren op de donderdag het thema. Op de donderdag zijn de mediasessies weer teruggekomen. Voorheen dit jaar werd er besloten dat alles in een persconferentie zou gaan komen. Nou, nu zie je de helft van de coureurs terug in persconferenties. En de andere helft spreken we weer in mediasessies. Zo ook Max Verstappen. En hij gaf aan van ja, luister, ik ken Nelson Piquet natuurlijk als schoonvader zijnde heel goed. En het mag duidelijk zijn dat hij geen racist is. Maar de uitspraak die kon inderdaad niet. En ja goed, daar moet je gewoon over spreken met elkaar. Dan kom je verder. Het heeft geen zin om iemand alleen maar te schorsen. Ja, want dan schors je iemand en wat dan? Nee, je moet altijd met elkaar in gesprek gaan. Dat waren de duidelijke woorden van Max Verstappen. En ik denk dat de meeste mensen zich daarin kunnen vinden. Ook Lewis Hamilton, die vindt natuurlijk ook dat er gesproken moet worden. Al gaf hij ook aan dat hij wel vindt dat er iets sterkers moet gebeuren. Wat het dan precies is, ja, daar ging Lewis Hamilton en ook bij Mercedes gisteren in de mediasessie van Toto Wolff nog niet helemaal op in. Maar hij wil wel dat er een duidelijker voorbeeld wordt gesteld met mensen die een foutieve uitspraak doen of zelfs nog meer. Zeker ook vandaag in de Britse kranten veel terug te lezen over hoe eigenlijk de oude garde Lewis Hamilton vooral hard aanpakt. En zelfs dat op een verkeerde manier ook vaak doet. En daar wil Lewis Hamilton logischerwijs natuurlijk iets aan doen. Wat er precies gaat gebeuren is niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat Nelson Piquet in ieder geval niet de paddock meer op mag komen. Maar wat er precies gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. En daar zal ongetwijfeld dit hele weekend nog over gesproken worden. Nou, we hopen natuurlijk vooral ook een heel mooi raceweekend tegemoet te zien. Zoals gezegd, zou dat op de zaterdagmorgen gewoon weg kunnen gaan regenen. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Want ook in Canada zagen we een prachtige kwalificatie. En die hopen we natuurlijk ook hier weer terug te zien. Nou, de fans die zijn er ook in grote getale hier opgekomen. Dat is natuurlijk prachtig om te zien. En we hopen natuurlijk ook verschillende Nederlandse fans te zien. Voor de rest gaan we jullie dit weekend op de hoogte houden van het laatste nieuws. En dat lees je natuurlijk ook terug, zoals altijd, op onze website. Dus houd die goed in de gaten en dan zien wij elkaar natuurlijk morgen weer terug hier op het circuit. Doei doei!